een aantal nieuwe gezichten bij deze wereldbeker voor Nederland in Salt Lake City. Pim, jij bent er één van. Hoe is dat om hier ineens in Salt Lake te mogen rijden? Ja, fijn om een World Cup te gaan rijden en heel mooi. Heb jij hier naartoe kunnen leven of is het een beetje uit de lucht komen vallen dat je hier kan starten? Nou, ik zat er dichtbij op de skate-off en toen wist ik dat als er veel mensen zouden afvallen dat het dan mogelijk zou kunnen zijn. Maar goed, ik heb het vorig weekend gehoord en sinds toen dus eigenlijk. Had je niet eigenlijk gewoon rechtstreeks hiervoor willen plaatsen? Natuurlijk had je dat gewild, maar dat is toch niet helemaal gegaan zoals je wilde. Is die top zo nauw of heb jij zelf wat moeilijkheden gekend de afgelopen weken? Nou, top is gewoon nauw en ik zat er net niet bij op de skate-off. En dat ik dan nu, doordat er een paar mensen wegvallen, dat ik dan net wel aan de mag rijden. Dus is gewoon hartstikke mooi. Voel je dat het lekkerder gaat, soepeler gaat op de snelle ijs? Ben jij een man voor snel ijs? Nou, dat weet ik nog niet. Dat zullen we volgende week zien. Of dit weekend zien. Ik heb er wel eens heel hard gereden op goed ijs, maar dat zullen we wel zien. Ben je trouwens ooit geweest in Calgary of Salt Lake? Ja, ik ben 2 jaar terug in Calgary geweest. Dat ging toen wel heel goed. Maar... Waren de Oval Finals? Ja. Dus op zich moet kunnen. Ja, het moet kunnen, maar goed, we zien het morgen wel en het komt helemaal goed. Wat wordt het sterkste stuk van jouw race? Waar wil je je winst boeken? Op het rondje. Ja. Wat voor rondje wil je rijden? Weet ik nog niet. Maar wel hard hier, hè? Oh ja, zeker. Ja, maar heb je niks in je hoofd dan? Weinig. Want, goed, Wat voor rondjes heb je in de training gereden? Niet heel speciaal. Nee. Dat moest harder, wilde je? Ja, wil je het geheim houden? Nee, maar had harder gekund, maar niet speciaal.